Ja? Dit is de Mattenesser dijk. Ja. En je moet je voorstellen dat dit nou voor een groot gedeelte allemaal dielpanden waren. Allemaal in hele slechte staat. Allemaal in malafide huiseigenaren bezit. En vervolgens is dat gerenoveerd en zijn daar allemaal andere bewoners in gekomen. Moet dat nou? Hè? Huh? Ja, dat moet. Nee, dat moet helemaal niet. Ja, vriend. Je moet gewoon weg van die fucking camera. Nee, je blijft van die camera. Je blijft van die camera, man, af. Nee, niks ervan. Vind je weer deze kankerbuurt dit? Ja. Nou, hier wonen. Dat is hier echt problematiek in een notendom. Nou, hier heb ik nog een foto van het bezoek van de minister aan Spangen. Ja. Hier lopen we samen door de wijk Spangen heen. En je ziet ook, ja, het is al een beetje symbolisch voor de geïnteresseerdheid die hij had. Want hij vroeg dus ook echt naar de echte dingen. Want wat gebeurt daar nou in zo'n wijk? En ook te sprake kwam in dat gesprek met minister Hisbalin. Dat was ook de problemen met overlastgevende, dus hinderlijke overlastgevende, dan wel criminele jongeren op straat. Nou, en daar moet nog wat nodig aan gebeuren. Gebeurt al heel erg veel aan. Daar zijn we erg blij mee. We zijn nog niet klaar. Maar dit is wel een heel belangrijk speerpunt voor Rotterdam.